allemaal, ik ben Jolien Veerman. Ik ben de interviewer van vanavond. Ik ga de band Fast Countenance interviewen en die zult u vanavond zien optreden. Welkom dames en heren, jongens en meisjes in het, hoe heet het ook weer, Stolphoevenkerkje van de Protestantse Gemeenschap in Volendam. Vorig jaar bestond het 350 jaar. Prachtig interieur. En ik was er bij de Punt van Huisroute en toen dacht ik bij mezelf, dit is een geweldige locatie om weer een nieuw project te starten. Dus zijn we met Love Acoustic begonnen. Hi, ik ben Johan Molenaar, zanger en bassist van Fast Countenance. Johan, wij hoorden zojuist al dat jij hoofdzakelijk alle nummers schrijft. Hoe gaat dat nou in zijn werking? Ja, over het algemeen schrijf ik wel de basis van een lied met tekst, zeg maar. En dan, ja, dat draag ik dan voor aan de bandleden. En dan gaan we met z'n allen het nummer vormgeven, zeg maar. Okay. Maar de basis komt meestal bij mij vandaan. Maar schrijf je dan eerst de tekst of maak je eerst de... Ja, dat varieert nogal. Soms dan heb je gelijk tekst en melodie, soms alleen een melodietje. Dan neem ik dat gewoon op. Soms schrijf je, ja, en dan ga je daarna denk je van, hé, dit is leuk. En dan ga ik dan tekst opschrijven. Of soms heb je een stukje tekst en dan ga je dat een liedje van maken. Nog één minuut! We hebben de bandjes uitgenodigd met een drietal opdrachten. Ze moeten 10 nummers akoestisch doen. En dat is voor al die rock'n'roll jongens nog best even aanpoten. Maar ik denk dat het wel gelukt is. Het liefst had ik er een gast erbij. Ook dat is gelukt bij de meesten. En 2 rode draden zijn het schrijven van een lied over de nieuwjaarsbrand. Dat geeft de nodige problemen. Maar het is wel een uitdaging. Dus ik hoop wel dat het een beetje gaat lukken. En de 2e rode draad is neem een nummer van Van Morrison op je repertoire. Want daar gaan we daarna in het voorjaar verder mee aan de slag. We gaan namelijk een project starten om een fanband op te richten in Volendam. De band die de spits gaat afbreken heet Fast Countenance. Ik geef u ik vraag een warm applaus voor de eerste artiesten van vanavond. Fast Countenance met gast Lenny Gruyt en violiste Anne Veerman. Goedenavond dames en heren, welkom hier bij Love Acoustiek. Wij zijn Fast Countenance en wij hebben de eer om dit mooie project te openen vanavond. Wij hebben vanavond nog wat speciale gasten mee, het is Lenny Gruyt en Anne Veerman. En wij gaan beginnen met een nummer van onze cd As We Please, het nummer heet Clay. I don't appreciate your ways no more. I think that we both can use a break. But reasoning, what good's it for? When for the first time I believe I'm kinda tuning straight. Wild horses on the way. Step aside for the flying clay. Even wings couldn't save us anyway. Well, I should have known better. Dark waters in the night seem so different in the morning light. My perspective doesn't seem so right. I guess I'll never understand. Many times I've made the same mistakes, the ones we all very much like to make. Learning from this one is easily said. When brings you warmth and friends, it feels just like a hot day sunrise. Wild horses on the way. Step aside for the flying clay. Even wings couldn't save us anyway. Well, I should have known better. Dark waters in the night seem so different in the morning light. My respect.
perspective doesn't seem so right. I guess I'll never understand. Left the seat right open, doors are open, but there's no one inside. Words were kindly spoken. Maybe we're not on the same ride. Dankjewel. Goeiedag, ik ben Jack Dijp. Ik ben gitarist van de Fast Countenance. Wie heeft de naam Fast Countenance bedacht en wat betekent het eigenlijk? Fast Countenance. Dat heeft Mario Reus heeft dat bedacht. Mario Reus? En dat zijn elk woord met meerdere betekenissen. Zoals Fast is ruimteachtig, groot, mega. Countenance is iets zeer positiefs in een gelaatsuitdrukking. Oké. Zo kun je dat ongeveer zien. Mooi. En jullie gaan al een tijdje mee? Volgens mij al een jaar of vijf zo, of niet? Ik denk ook iets langer. Langer nog? Hoe lang al? 7 jaar. 7 jaar nu al? Zoiets. En is dit altijd al dezelfde bezetting geweest? Nee, die is al meerdere malen veranderd. Toen we begonnen waren het met Peter Smit, Mario Reus, Johan en ik met z'n heren. Toen stopte Peter Smit ermee, toen kwam Bas Moerbeek als drummer. En toen kwam Nico erbij. En later kwam Cor erbij. Als nieuwe drummer. Dat is al onze derde drummer. Okay. En we hebben ons versterkt met Sebastiaan Mol. En andere gasten voor het nieuwe album. Oké. Okay. En wie van deze bandleden zaten er in Sister A? Allen. Allen? Allemaal? Het is gewoon precies hetzelfde eigenlijk. Ja, Sister A zijn 7 man en Fast Countenance 4, nu 5. Oké, okay. En wat is nou het verschil tussen Fast Countenance en Sister A? Sister A speelt covers, Fast Countenance maakt eigen muziek. Oké. Okay. Vanavond na spelen we ook een paar covers. Nou, dankjewel Jack. Voor het volgende nummer nemen jullie mee naar 1967. Leonard Cohen, dan 33 jaar. Schrijver van boeken en dichtbundels, besluit om singer-songwriter te worden en verhuist naar New York. Hij neemt zijn intrede in het Chelsea Hotel. Dat was destijds een broedplaats voor muzikanten en kunstenaars. Hij komt hier in contact met mensen als Dylan, Lou Reed, Nico en ook Janis Joplin. Met Janis Joplin heeft hij daar ook een verhouding gekregen en daarover heeft hij dit nummer geschreven. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were
were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines waited in the street. Those were the reasons, that was New York we were running for, the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is, for those that damn left. Now when you got away, didn't you, babe? Away. I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I remember Chelsea Hotel, you were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself and said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away. I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often. Dankjewel. Hallo, ik ben Lenny Guit. Ik ben vanavond een gastoptreder bij de band Fast Countenance. En ik ga 4 liedjes zingen. Mensen die jou al eerder hebben gezien optreden, die kennen jou vooral van nummers van Janis Joplin, hè, en Melanie. Ja, dat klopt. Daar kan jouw stem, die leent zich daar goed voor. Ja. En wat is nou de nummers die jij vanavond gaat zingen? Wat voor staal is dat nou? Kun je dat een beetje vergelijken met de staal van Janis Joplin? Nou, niet de staal van Janis Joplin, maar bijvoorbeeld het nummer van Mama Cass, Dream a Little Dream of Me. Ja, dat komt wel uit die tijd. En, ja, dat is Mama's en Papa's, dat is ook gewoon de 60's. En, dus dat is ook absoluut een beetje uit die tijd. En welke nummers zing je nog meer mee? Ik zing ook Make You Feel My Love van Adele. Die is staat nu in de hitlijst. En ik zing ook mee met een nummer van die jongens van Fast Countenance. Okay. Die heeft Johan geschreven. En ja, dat is een klein zing ik 2 kleine stukjes mee. Maar... Tweede stem. Ja. Okay. Mooi. En ik zing nog een nummer van Anouk. Dat is een van mijn favoriete nummers. Welke? Tom Waits. En dat is echt een verschrikkelijk mooi nummer met een viool erin. De firma speelt viool, dat is echt heel mooi. Oké, wij willen onze eerste gast graag verwelkomen. Hartelijk applaus voor Lenny Guit.
Goedenavond allemaal. Nou, mijn eerste nummer is dus een liedje van Mama Cass, Dream a Little Dream of Me. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. Why? A little dream of me. Stars fading, but I linger on it, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn day, just saying this. Sweet dreams, still sunbeams find you. Sweet dreams that leave our worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that leave our worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Pa la ra ra la ra. La ra ra la ra 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 ra. Pa ba la bam ba la. Dankjewel. Ik ben Lydia en ik ben visagist voor de komende weken. Ik ben Anne Veeman en ik speel viool. En ik mag vanavond meedoen met Valskamers en Lennon. Dat vind ik heel leuk. Anne, jij speelt viool. En daar zijn er niet zoveel van in Volendam, hè? Nee. Hoe kwam je daarna zo bij op om de viool te gaan bespelen? Nou, ik zat in algemene muziekles en toen heb ik altijd geroepen dat ik viool wilde spelen, maar ik weet eigenlijk niet meer waarom. Want mijn ouders die hebben me dus helemaal niet gepusht of zo. En ik heb gewoon zelf gezegd van ik wil dat doen, maar ik weet eigenlijk niet meer waarom. Zo, hoe lang geleden is het dan? 10 jaar. Zit je al 10 jaar in viool? Ja. Oké. Heb je al vaker bij Fastcountains opgetreden of met Fastcountains opgetreden? Ja, maar met Sister Ray. Nou, dat is eigenlijk gewoon Fastcountains uitgebreid. Dat was 3 jaar geleden met de Last Waltz in Jozef. Oké, Anne Veeman. Wij willen graag Anne Veeman verwelkomen op het podium. Geef een hartelijk applaus. Oké, het volgende nummer dat ik ga doen is een nummer van Anouk en dat heet Tom Waits. Dreaming last night, fate one of my brave.
on the downtown train where we had nowhere to go. So we got out to take a walk in the pouring rain. Said you wrote it once and you would write it again. Please take me with you. Tom waits for the morning train. Take us away. Me and Mr. Tom waits, can't wait no more. Wrapped around your finger, two fingers on my lips. No need to speak because it's all in the eyes. When they turn off the lights, they gave us one for the road. Tracks and never look back. This could never be. Yeah. Tom waits for the morning train to take us away. Me and Mr. Tom waits, can't wait no more. Dankjewel. Voor het Love Akoestiek project zijn er eigenlijk twee rode draden die door de organisatie verzonnen zijn. Dat is één, zeg maar 10 jaar na de nieuwjaarsbrand. De musical 10 jaar na de nieuwjaarsbrand. Er is ons gevraagd om daar een nummer voor te schrijven. Iedere band moet dat doen. Wij hebben gekozen voor een wat positieve nummer, want het is meer een nummer van hoop en van vooruitkijken en van trots. Het nummer heet Afterglow. They reach
Dank u wel. Sebastian, jij hebt ook meegespeeld in Jesus Christ Superstar. En nu dit weer. Wat vind je nou leuker? Dat is een erg moeilijke vraag. Yeah. In Jesus Christ speel ik geen muziek, maar het was meer acteerwerk. En het is gewoon heel anders. En hier maak je wel zelf muziek. En ook nog eigen geschreven muziek door Johan. Dus ik denk dat ik het alle twee erg leuk vind. Maar je kan niet zeggen wat je leuk vindt. Ik kan niet zeggen wat ik leuk vind. Heb je vaker opgetreden met Fast Countenance? Jazeker. De eerste cd hebben ze, trouwens ze hebben beide cd's zonder mij gemaakt. Maar toen hebben ze toch gevraagd of ik mee wilde doen met de opeens. Dat vond ik een hele eer. Dus nog bedankt daarvoor. En met de volgende cd ga je wel meedoen? Dat ligt wel in de lijn der verwachting. Oké. Okay. We moeten vanaf wachten hoe alles loopt. Nou, 9 maanden hè? 9 maanden tijd. 9 maanden tijd, dan moet dat lukken. Dan moeten wat mooie nummers uit kunnen ontspruiten. Het volgende nummer dat ik ga zingen is een nummer van Adele. Make You Feel My Love. Dankjewel. Geef een hartelijk applaus voor Lenny Gijs. Yeah. Wij gaan door met een voor iedereen denk ik nog nieuw onbekend nummer. Het is een eigen nummer. Het nummer heeft zijn oorsprong gevonden in een after partying dip.
in een lichamelijk en geestelijk labiele toestand, ja, dan schijn je toch wel nummers te kunnen schrijven. En daar, in die context is het nummer geschreven, dat heet Aftermath. Taking it easy and thinking how I can stop the sinking in which I shine for so long now. I can't feel the rain hear the thunder, something's pulling me under, and I am down here on my own. What on earth was I thinking? Who on earth was I fooling? My regrets are overflowing. Throw me about. Catch one in time and drag myself out of this world, and I'll roam until I reach my borderline, and I'll walk until my feet. Back and forth, the old ever faded road of finding reasons why 10 years of deconstruction has made me change the tale of leaving it behind. Anyway, the world's not waiting for someone whose old habits don't seem to die. Many nights I sat away, going back and forth, the old air.
Dankjewel. Deze gaat verschijnen op onze nieuwe cd die in 2009 uit gaat komen. Oké, dames en heren. Het volgende nummer is een cover van een band waarvan wij allemaal denken dat het een van de beste bands van de wereld is. Dat nummer heet Lost. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'll cross. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get what I deserve. No better or no worse. I just got lost. Every river that I tried to cross. Every door I ever tried was locked. Oh, I'm just waiting till the shine wears off. You might be a big fish in a little pond. Doesn't mean you try to cross. Every gun you ever had went off. Oh, I'm just waiting till the firing stops. Oh, I'm just waiting till the shine wears off. Just waiting till the shine wears off. Oh, I'm just waiting till the shine wears off. Dankjewel. Nou, goeiedag, ik ben Nico Stijn en ik ben gitarist van Fast Countenance, onder andere. Ik ben Cor Schilder, ik ben de drummer van Fast Countenance en vanavond speel ik percussie, omdat het een akoestische avond gaat worden. En ik denk dat het wel is zo'n beetje. Ja. Jullie zijn onlangs in Amerika geweest met jullie band. Ja. En dan weet ik zeker dat alle kijkers thuis graag zouden willen weten, hoe kom je nou in Amerika terecht? Nee. Hoe komt zoiets nou tot stand? Ja, je gaat in het vliegtuig. Nee, maar hoe kom je daar nou als band terecht om op te treden? Nou, we hadden daar via hadden we een soort met van manager hadden we daar voor geregeld. En die heeft uiteindelijk dus een paar optredens voor ons weten te organiseren. En zo is het zeg maar een beetje begonnen te lopen, zeg maar, weet je. En uiteindelijk zijn we toen, nou,
lang dikke en wegen tot het besluit gekomen om naar Amerika te gaan. En om dus die boekingen die hij voor ons gemaakt had, om die dus te gaan doen, te gaan spelen. En hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een gigantisch avontuur. Want welke band wil dat nou niet spelen in Amerika? Ja. Maar ik had wel begrepen dat het een beetje moeilijk was, een moeilijke situatie, omdat jullie mochten jullie eigen instrumenten niet meenemen. Ja, maar gewoon, maar het kost gewoon heel veel geld en heel veel risico's met douane, zoals je dat wil omsluizen. Die gok wilden we niet waar. Dus jullie moesten jullie instrumenten daar nog kopen van tevoren? Ja, ja. Dat heb je dus, achteraf heb je allemaal gehuurd. Gigantische mooie gitaarwinkels en van alles te krijgen. Dus op zich is het geen probleem. Nee. Het geldt ook met dragen en alles op en aan. Dus, Ja, toch? Volgende nummer zal velen hier toch wel bekend in de oren klinken. Het is een eigen nummer van ons, het heet Telephone Line. Telephone line, blurry and fading, is a metaphor for me. I'm just sitting here, I won't get out until somewhere next week. A couple more months, I can hardly wait when we'll travel overseas and have our own place there. This idea that keeps me going. I was grim before,
no doubt I don't feel the same about you and me as when we began. Actually, it feels better than that. We changed direction, feelings arose. The path that I follow is the one that I chose. I chose this, I chose this. 'Cause there is no doubt that I don't feel the same about you and me as when we began. Actually, it feels better than that. We changed directions, feelings arose. The path that I follow is the one that I chose. I chose this, I chose this. Thank you all. En jullie schrijven eigen nummers. Een paar daarvan zullen jullie ook vanavond laten horen. Wie schrijft die nummers? Johan schrijft de nummers. Oké. Okay. Ja. En uiteindelijk werken we dan samen, werken we het uit op een totaalplaatje, zeg maar. Met stemmen, drums, tweede gitaren, bas, noem maar op, andere arrangementen. Oké. En wat voor soort muziek maken jullie nou? Wat voor stijl is het? Ja, het is eigenlijk een beetje een soort pop-rock. Melodieuze pop-rock muziek. Dat is eigenlijk wel onze stijl. Prok. Prok, En jullie hebben nu volgens mij, als ik het niet verkeerd zeg, twee cd's gemaakt. Ja, ja, dat klopt. Ja. Zit er een derde aan te komen? Jazeker. Ja, zeker. Oké, okay. En wanneer? Die is nu in de maak. Ja. Oké. Okay. Over 9 maanden is hij klaar. Over 9 maanden is hij klaar, oké. <Okay. laughs> Ja, jullie als muzikanten. Tenminste, ik neem aan dat jullie als muzikanten gewoon nog cd's kopen. Om de muziekindustrie te blijven steunen. Wat is nou de laatste cd die je hebt gekocht? De laatste cd die ik heb gekocht, dat was... Kijk, dit is al geen goed teken, hè? Dit is niet... Klinkt misschien raar, maar dat was de Wall van Pink Floyd. Okay. Die had ik nog niet op cd, wel op mijn computer, maar niet op cd. Dus. Mooi. De laatste cd die ik heb gekocht, dat was Het Beste van Frank Boeien. Oké. En wanneer was dat? Dat was, wanneer was dat? 4 weken terug. Okay, die cd van Frans Bauer, waar ik mee zag lopen. Dat was al daarvoor. Oh. Nou, heel goed jongens, dankjewel. Oké, wij zijn aanbeland bij het laatste nummer van onze set. En ook bij de tweede rode draad van deze avond. En dat is Van Morrison. Ja. De organisatie wilde graag dat iedere band een nummer van Van Morrison ging uitvoeren. Op zoek naar de nieuwe Van Morrison uit Volendam. En wij hebben gekozen voor And It Stoned Me. Got from out from the county fair and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. As in full of fishing rod and shackle on our back, we just stood there getting wet with our backs against the fence. Oh, the water. Oh, the water. Oh, the water. Hope it don't rain all day. And it's stoned me to my soul. Started me just like jelly roll. Yeah, stoned me. Yeah, stoned me to my soul. Started me just like going home. Yeah, stoned me. And the rain had up and the sun came up and we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly passed us by. So the driver grinned, and the driver grinned, and he dropped us off the road. And we looked at the swim, and we jumped right in, not to mention fishing boats. Oh, the water. Oh, the water. Oh, the water.
myself from the mountain stream. And it's sown me to my soul. Started me just like Jelly Roll. Yeah, sown me. Yeah, sown me to my soul. Started me just like going home. Yeah, sown. On the way back home, we sang a song, but our throats were getting dry. Then we saw the man from across the road with the sunshine in his eyes. A little doll alone, living all alone, in a great, great gallon jar. There were bottles still, one for me and you, and he said, hey, there you are. Don't rain all day. And it's sown me to my soul. Started me just like Jelly Roll. Yeah, it's sown me. And it's sown me to my soul. Started me just like going home. Yeah, it's sown. Dankjewel, dankjewel. Wij waren Fast Countenance. Ja, dank jullie wel allemaal. Mochten jullie geïnteresseerd zijn in onze muziek, onze CD As We Please is verkrijgbaar bij Janka Sombroek. Oké, dank jullie allemaal. Nico, nog eentje dan, kom op. We gaan nog één nummer doen op verzoek van het publiek. Dit is het nummer, weer een nummer van Cohen. Origineel. Inmiddels door heel veel mensen gecoverd. Stond zelfs op nummer 1 in de Christmas Top 40 afgelopen kerst in Engeland. Twee keer op nummer 1 en 2. En het liedje heet Hallelujah. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Your fate was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from her lips you drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And it's not some cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dankjewel. Dames en heren, ik wil Vaas Counters even weer hier op het toneel hebben. Ook Anne Veerman en Lenny. Om even een waardig afscheid van ze te nemen. Vaas de Counters, heel hartelijk bedanken voor de eerste bijdrage. Tevens de gast Lenny Guit en violiste Anne Veerman. Ik had een topavond en ik denk dat jullie het ook wel hadden. Een applaus voor Vaas Counters plus de gasten. APPLAUS